Michael Wijngaard van de Lelystadse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de strengere lockdown met mogelijk een avondklok. Ik denk als natte horeca, die avondklok, daar zullen we weinig van merken, omdat we natuurlijk dicht zijn. Ja, wat heeft dat verder te maken voor de rest van de horeca hier in Lelystad? Je hebt natuurlijk bezorgen en afhalen. En dan zal het een tandje bijzetten worden om het allemaal voor achter de deur uit te krijgen. Misschien komen er maatregelen dat ze alsnog mogen bezorgen natuurlijk. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen die zelf afhalen. Ja. En dat ontlast natuurlijk ook weer de eigenaar om iets rond te hoeven brengen. Wijngaard zelf heeft slapeloze nachten. De eigenaar van Café La Plaza in Lelystad overweegt zijn 4 personeelsleden volgende maand te ontslaan, omdat hij ze niet langer kan betalen. De stip op de horizon die ontbreekt. De steunpakketten die niet toereikend zijn. En waarbij de steunpakketten geregeld mosterd naar de maaltijd zijn. Waardoor je dus eigenlijk alles vol moet schieten. Ze zijn ook niet toereikend, dat krijgen 80% betaald. Terwijl we 100% gesloten zijn. Ja, dat is gewoon vervelend. Wijngaard denkt aan ontslagen omdat hij geen andere mogelijkheden ziet dan drank schenken voor zijn cafébezoekers. Ik heb bijvoorbeeld geen slijterijvergunning. En ben je die mogelijkheid ook aan het onderzoeken dan? Ja, dat zou kunnen, maar dan wordt het euro's of kwartjes werk, laat ik het zo maar zeggen. Dat zou geen zoden in de dijk zetten, laat ik het zo zeggen. De situatie van La Plaza is niet uniek. Wijngaard ervaart ook elders in de omgeving grote zorgen onder horecaondernemers. Nou ja, dat gevoel heb ik wel en ik spreek natuurlijk ook met de eigenaren daarover. Dat het echt gewoon bikkel is en eigenlijk heel hard werken. En per saldo niet zo heel veel eraan overhouden. Als de strenge lockdown voorlopig aanhoudt, gaat Wijngaard op zoek naar werk buiten het café. Daardoor hoopt Wijngaard zijn horecapand in elk geval te kunnen behouden. Toch heeft hij wel zorgen over de toekomst van zijn café. Ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar zoals ik het nu kan bekijken met alle besmettingen die er zijn, dan zie ik het niet rooskleurig in, absoluut niet. De hoop is eigenlijk weg, laat ik het zo zeggen. Je hebt geen stip op de horizon. Ik ben zelf al bezig om te gaan kijken, moet ik iets anders gaan doen? Want ik heb er echt geen vertrouwen in dat we überhaupt voor de zomer open mogen. Ja, en waar denk je dan aan? Ja, ik zal misschien een baan moeten gaan zoeken. Ik heb geen idee eigenlijk.